21 mei. Eigenlijk druist het hele dorp van de drukte. En overal zie je zangers, zangeressen. Want het 125-jarig bestaan van de KCZB wordt gevierd. Wat houdt dat allemaal in? Dat hoort u straks als ik een interview doe. Dat is de Koninklijke Christelijke Zangersbond. Maar waarom zoveel feestelijkheden? En wat is er allemaal aan de hand? Nou, in ieder geval, in elke kerk van ons dorp wordt gezongen. Van 10 tot 6 uur. En achter mij staan ook mensen te praten. En ik heb namen gelezen als Swifterband, Zeist, Dronten. Ik heb mensen uit Marken zien lopen. Nou, echt, je kunt het niet opnoemen of er is wel een koor. Mooi. We gaan even luisteren. Ja, en af en toe, zowel 's morgens als 's middags, was er een soort workshop waarin je van elkaar kon leren en echt les kreeg, zoals hier in de hervormde kerk.